voor het eerst. Hij staat wel aan deze kant. Ja, ik heb een plan om een website te maken tussen Utrecht en Utrecht.nl. Omdat er is zo'n Leeuwenstein Noord, heet dat geloof ik. En dat ligt zo mooi in het midden van Utrecht. En welke soort parel van maken. Ik zie het gewoon voor me. Dus, ja. Wie heeft er een gouden tip? Als je één keer een goed idee hebt en je hebt een idee, zorg dat je de juiste mensen om je heen verzamelt. En blijf erin geloven en blijf vasthouden. Oké, wie doet vrijwilligerswerk? Willen jullie aan die kant komen staan? Wat is de LFB? Dat is een landelijke remuneratie, belangenbehartiging voor mensen met een beperking. Mensen hebben vaak een oordeel over mensen met een beperking. En het is juist goed om met elkaar samen dingen te doen. Want je leeft, je woont samen in dezelfde wijk. Je bent allemaal hetzelfde. Of je nou een beperking hebt of niet. Geniet met elkaar en doe gewoon leuke dingen. Het is gewoon een behoud van iets wat je wil. En daar staan wij gewoon voor. Prachtige wijk in 2015. We hebben een toast 2015, Leidse Rijn. En in welke context staat dit programma vandaag? Dit is het initiatief van de wijkraad en van het wijkbureau. Dat we zeiden, er zijn zoveel actieve mensen in Leidse Rijn. Het zou heel erg leuk zijn dat die mensen elkaar meer kunnen ontmoeten en initiatieven kunnen uitwisselen, elkaar kunnen ondersteunen. U heeft net een pitch gehouden voor een initiatief in Leidse Rijn. Kunt u mij daar iets over vertellen en waarom? Wij willen graag een flinke zonnecampagne gaan voeren in Leidse Rijn. U ziet allemaal al wel zonnepanelen op de daken liggen. Maar er liggen nog heel veel daken nog waar zonnepanelen op kunnen. En daar gaan we, als het kan, ook samen met de gemeente mee aan de slag. Ook maar met andere actieve bewoners om mensen te helpen en te stimuleren om zonnepanelen te nemen. Hoe komen de initiatieven tot stand? Ik denk dat heel veel mensen gewoon vanuit hun oude woonomgeving inderdaad met iets in aanraking zijn gekomen. En denken van, ja, maar dat wil ik ook in Leidse Rijn organiseren. En dat kan heel klein zijn van een koffieochtend ergens of een wandelgroepje. Tot inderdaad een Rijn-Kennemerlaan ontbijt, omdat we zo'n ontzettend mooie laan hebben. Dus groen en rijp komt hier bij elkaar. En mensen doen het gewoon, want we moeten hier nog zo, we zijn een groeiende wijk en daar moeten gewoon die nieuwe initiatieven... Ja, tot hun ontplooiing gaan komen. We gaan weer een rondje pitches doen. Een rondje zeepkisten. Ik heb begrepen dat u op de zeepkist een behoorlijke zware pitch heeft. Kunt u me daar iets over vertellen? Ja, want de burgemeester had dus een nieuwjaarsreceptie, €80.000. En dan moet ik denken van, ik moet 5 jaar lang, het is 5 keer mijn inkomen, 5 jaar lang. He, dat wordt in 1 avond en dan kom ik beneden bij de boog, want ik woon in de Componist en daar hebben we dus een zorgcentrum onder. En dan hoor je dus van 7 mensen ontslagen. He, mensen die een jaarcontract hebben, ook vaste mensen die er gewoon uit moeten. En nou, dan kan ik dat niet rijmen met elkaar. En wat doe je hier nou zeg maar op deze toast? Nou, ik kijk hier of andere mensen ook nog ideeën hebben. Want dat vind ik altijd heel leuk om te horen van andere mensen. Van mensen die iets hoger staan. En ik zit bij de kinderraad hier in de wijk. Ik ben niet anders dan andere leden. Ik praat gewoon mee en over de ideeën die hier komen. En geef een idee aan anderen. Die kunnen ze gebruiken en doorgeven naar de hogere mensen. Doe jij voor de wijk? Ik zit in de commissie veiligheid. Dus als iemand zich onveilig voelt in de wijk, dan spreken wij met de politie of met de burgemeester om te kijken wat we daaraan kunnen doen om de wijk veiliger te maken. En wat bedoelt u dan met voelen? Nou, bijvoorbeeld nu is er een aanslag in Parijs geweest. Ja? Dan voelt iedereen zich een beetje onveiliger. Alhoewel het met Nederland niks te maken heeft. Hoe ervaart u een Phoenix-locatie met ongeveer 80.000 bewoners? Het is fantastisch. Dat merk ik ook. Hè? Niet alleen de mensen die hier wonen. Nou, zie je wat hier vanavond weer gebeurt met deze enorme goede bijeenkomst waar iedereen elkaar weer kan ontmoeten. Maar je ziet het ook van mensen inderdaad die uit de andere kant van het kanaal komen. Die zeggen, hé, wat ligt daar voor een fantastisch park. Hé, wat is dat een enorm diverse bouw wat er is. Wat kan je daar een mooie ruimte hebben. En als je dat soort verhalen ziet, is dit echt een plek. Nou, met de Tour de France laten we het ook nog eens een keertje de hele wereld zien. Een plek om trots op te zijn.